Het doel is in verband met Wereldmilieudag organiseren we dus eigenlijk hebben we een tweedaagse activiteit gehad. Gisteren hebben we een launch gehad. De president was ook aanwezig waarbij we een drietal documenten hebben gelaunched. Zoals we weten hebben we onze nationale strategie met betrekking tot biodiversiteit. Landen moesten op basis van de nieuwe biodiversity targets biodiversity strategie en actieplan updaten. Dat is onlangs gebeurd en ik moet zeggen dat Suriname, zeker in het westelijk halfrond, behoort tot een van de eerste die dat heeft kunnen doen. Dus een mijlpaal, we hebben het gisteren kunnen launchen. We zijn vorig jaar begonnen, in januari denk ik, en in december hebben we hem kunnen afronden. Na een aantal gesprekken, finally, hebben we hem gisteren kunnen launchen. We hebben ook gewerkt aan, in het kader van UNCCD, dat is ook een convention, die gaat over landdegradatie. Hebben wij dus ook een actieplan geschreven en gisteren mochten we dat ook launchen. En natuurlijk, we praten over groen en milieuvriendelijk en hoe gaan we ermee om. Het is ook goed dat de overheid een goed voorbeeld geeft. Dus hebben we als Milieuministerie gewerkt aan een handboek, Milieuvriendelijke Overheid, waarbij we dan een aantal tips hebben gegeven aan overheidsinstanties hoe zij in principe milieuvriendelijker kunnen worden. Dan denken we aan energy consumption, water consumption, scheiden van vuil, hoe ga je ermee om? Je weet, soms leven de lichten gewoon 24 hours aan. Soms heb je van dat airco's niet worden uitgemaakt. Dus dat soort van dingen zijn er, waarbij we denken dat wanneer we dat klein beetje doen, beter omgaan met de faciliteiten die we hebben, we daardoor dan 1, kosten gaan besparen en 2, gewoon het milieu beschermen. Dus kleine maatregelen die we kunnen treffen als overheid om ervoor te zorgen dat we het gewoon beter doen als overheid en goed voorbeeld geven. En de next step is natuurlijk kijken hoe we de private sector ook erbij kunnen halen, zodat zij dit kunnen overnemen en dat we als land een goed voorbeeld geven. Dag 2, waarbij we dan in het kader van Wereldmilieudag een aantal thema's eraan hebben gekoppeld. Dit jaar hebben we als ministerie besloten om mee te nemen een landdegradatie. Biodiversiteitsconservering en hoe we dus omgaan met droogte. Zoals u weet hebben we onlangs een enorme droogte gehad. Nu regent het, maar dit gaat elk jaar hetzelfde blijven. Droogte zal toenemen, maar ook wateroverlast zal toenemen. Dus hoe gaan we als land ermee om, is heel belangrijk. En een aantal NGO's werken in dit kader al. Dus het was een goed moment om hun werk te belichten. Ook als overheid doen we heel wat. Het ministerie van GVB heeft ook een presentatie gehouden. SBB heeft een presentatie gehouden. ROM heeft een presentatie gehouden. En u ziet een waslijst van NGO's, WWF Guyana. Ik wil eigenlijk geen fout maken om namen te noemen, maar ik zal mijn best doen. WWF Guyana hebben we. We hebben Green Heritage Fund. We hebben ACT Suriname. We hebben, denk ik, als alles goed zit, nog een paar NGO's die een bijdrage hebben geleverd om informatie te verschaffen waarmee ze bezig zijn. En in dit kader lijkt me een goed moment om die informatie aan vooral de uitgenodigden te geven, zodat de boodschap ook verder gecommuniceerd kan worden. Belangrijke documenten gelaunched betekent niet dat die documenten ergens geplaatst moeten worden met heel veel stof. De bedoeling is dat we als land die documenten gaan moeten uitvoeren. Wat op dit moment ook uitgevoerd wordt door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is zogenaamde de Green Development Strategy. Dat houdt in dat we als land nu wel richting moeten geven aan die ontwikkeling, aan die groene ontwikkeling. Wat willen we als land? Aan de ene kant hebben we dus de oil en gas die gaat komen. We hebben het ook nodig. Laten we daarover geen dingen creëren dat we het niet nodig hebben. We zitten in problemen als land, dus we moeten dat wel sowieso krijgen. Maar aan de andere kant moeten we ons milieu ook beschermen. En we moeten ervoor zorgen dat die sociale agenda van die samenleving op niveau komt, op peil komt. Dus moet je het land duurzaam gaan ontwikkelen. Which pathway will we choose? Dat is de Green Development Strategy. Een balans tussen die economische groei, een balans tussen milieu en social agenda. Die drie dingen samenbrengen is onze Green Development Strategy. Daaraan werkt het ministerie op dit moment.
Als dat is afgerond en we hopen dat we dat in oktober, november dit jaar hebben afgerond, dan pas begint in principe op basis van de Green Development Strategy. Omdat de Green Development Strategy als een overarching strategie zal zijn. Boven alle strategieën, dus ook boven die MOP. Die MOP wordt dan om de 5 jaar ontwikkeld op basis van de Green Development Strategy. De Green Development Strategy zal voor de komende 30 jaar gelden. Dat is een heel belangrijk moment, een belangrijk document voor ons, om ervoor te zorgen dat we dit land goed ontwikkelen. We gaan waarschijnlijk wat revenues krijgen van de oil en gas. We willen als land ook waarschijnlijk weer kijken naar onze bauxietindustrie. Dat zijn allemaal revenues die we gaan krijgen. En als we die middelen goed investeren, krijgen we een land waarop we alleen maar trots kunnen zijn. Om eerlijk te zijn is carbon credits één manier van een klimaatfinanciering. Wij noemen het market-based finance, waarbij we dan kijken naar een aantal aspecten. Debt for nature swap, green bond, blue bond en ook dus naar carbon credits. Het ministerie is op dit moment bezig en ik denk dat binnenkort in dat kader wat meer informatie zal komen naar die samenleving om een pilotproject uit te voeren. Natuurlijk, het is op dit moment misschien niet de juiste timing om daarover te praten, omdat het ministerie een PR-plan heeft ontwikkeld, hoe dat moet geschieden. Maar in grote lijnen kan ik u aangeven dat we gaan piloten, omdat carbon credits een nieuw fenomeen is. Een nieuw way of financing is. En daarvoor moet je dus capaciteit opbouwen. En door dit pilotproject uit te voeren, denken wij dat we dus daaruit kunnen leren. En dan op basis van die ervaring die we als land opdoen, beter kunnen gaan plannen hoe we onze carbon credit market gaan ontwikkelen. Piloten brengt met zich mee dat je dus indien zaken niet gaan hoe je denkt dat het zou moeten gaan, dat de damage dan ook niet zo groot is. We horen heel wat geluiden dat we heel veel geld kunnen krijgen, ja. Maar we moeten dus wel gaan zien hoe het werkt. Omdat de Paris Agreement nu ook in ontwikkeling is. Artikel 6 is nog in ontwikkeling. Artikel 6.4 bijvoorbeeld moet regelen hoe landen, op basis van welke methodologie landen carbon credits moeten genereren. Die dingen zijn nog niet helemaal in place. Vandaar dat we gaan moeten piloten. We hopen dat bij COP29 en misschien COP30 in 2025 er meer duidelijkheid komt over de methodology, one methodology. Dan hebben we meer houvast. Maar op dit moment moeten we dus werken met artikel 6.2 van de Paris Agreement, die regelt hoe de verhandeling moet geschieden. Maar de methodology is nog een beetje, wat men zegt, rekening houden met een aantal dingen, maar nog niet helemaal duidelijk. Ja, de 6.4. Dus we hebben nog wat werk te verrichten. We moeten ook gaan werken als land aan een benefit sharing program. En natuurlijk, dit alles moet geregeld worden middels een nationale wetgeving. Dus er is nog heel veel werk. Die pilot die we willen doen, gaat ons heel veel data opbrengen. En daarmee kunnen we dus ook die wetgeving op tailor-made maken. Zodanig dat het past binnen het Surinaamse context. En dat we dan daardoor maximaal eruit kunnen halen. Illegale activiteiten vormen overal een probleem. Als het illegaal is, dan is het lastig. Dus ik zal niet zeggen dat we alles controleren. Nee, we zitten met dat vraagstuk ook. Ook dat probleem van kwikgebruik binnen de sector is een issue. Illegale activiteiten moeten we terugbrengen. Ik ben enorm verheugd met het feit dat we straks NMA krijgen, Nationaal Milieuautoriteit, waardoor we veel meer kunnen enforcen. De milieuraamwet is onlangs gewijzigd, goedgekeurd door de Nationale Assemblée. Dat geeft ons meer houvast. En natuurlijk ga je nog niet zo ver zijn binnen een jaar. Het proces wordt ook ingezet om op basis van een goed plan die we samen met de IDB bezig zijn te ontwikkelen, onze Nationaal Milieuautoriteit die capaciteit te bieden die ze nodig hebben. We zijn nu bezig een loon uit te werken en ik denk als we dat goed doen, dat we over de komende jaren veel meer zullen merken. Die samenleving zal veel meer verbetering zien. Activiteiten die illegaal zijn, zullen we beter kunnen spotten en ervoor kunnen zorgen dat die activiteiten worden stopgezet. Ik moet zeggen dat we de presentatie van SBB, die we zo net hebben gezien, geeft ook duidelijkheid over de ontbossingsgraad. Het is nog goed, maar
Ik denk dat we veel werk hebben om ervoor te zorgen dat we hem sowieso zo proberen te behouden. En we moeten als landen sowieso ervoor zorgen dat we aan sustainable forest management doen. Er zijn al wat ideeën ontwikkeld. En de komende periode denken we dat we als land, als overheid, ook die plannen gaan uitvoeren om ervoor te zorgen dat we binnen die marge blijven. Ik zei al, die Green Development Strategy moet dus ook daarover een uitspraak doen. We willen ontwikkeling hebben in dit land, maar we moeten ervoor zorgen dat het duurzaam is. En hoeveel mag je ontbossen, hoeveel niet, dat zijn dingen die de Green Development Strategy in principe in kaart moet brengen. En als de Green Development Strategy zegt, dit is de marge waarbinnen we moeten opereren, dan is dat die marge wat is vastgelegd. En dan kunnen we sector ook zodanig ontwikkelen en ervoor zorgen dat we binnen die marge blijven. Nogmaals, we moeten ons land ontwikkelen. We hebben ook die revenues nodig, omdat we met issues zitten. We kennen onze issues met betrekking tot health, education. Dat zijn zaken die we ook serieus moeten bekijken. We kunnen een bosbedekking hebben, maar mensen leven in armoede. Dan is het ook niet duurzaam. De SDG goals zijn duidelijk wat dat betreft.